Hey Blokkie Gamers, welkom allemaal bij de garage trailer van de grote trekkers. Er is eventjes een kleine pauze geweest, want ja, ik moest werken, dus dat wordt een beetje lastig. Maar we zijn bij de Vent 900 Vario grote trekkers, de 7R. De Klaas Action, die trouwens ook enorm veel cursus hoor, met die grote trekkers. De JCB Fast Track is dus wel een grotere, 3838. De T8 Genesis. Genesis was vroeger trouwens een band, wisten jullie dat? De 8RT, de 8RX. Ik vind dat zo lelijk, die rupsbanden op een trekker, maar goed. De Magnum AFS Connected Series. De Rostomash. Is ook wel een beest van trekker hoor. Goedemiddag, dokter. De Challenger. Ik ga ervan uit dat de Vent en de Challenger hetzelfde geluid zijn, want het zijn exact dezelfde trekkers. De Vent 1000 Vario. Dan hebben we de 9R-series. De T9. Die hebben we ook al heel lang. De Vent 1100 MT. De 9RT. Goeiedag zeg. De T9 Track-series. De 9RX. Of heb ik die nog twee keer gekocht? Nee. En de Versatile. Right. Dit zijn alle grote trekkers die momenteel te koop zijn in Farming Simulator 22. Er is een hele soort van. We hadden het laatst nog wel over dat eigenlijk de trekkers... meestal is het wel erg grootschalig, FS 22 nu. Maar ja, we gaan het zien. De Vent 900 Vario is ook de One. Laten we eens even luisteren. Ja, dat is wel echt, echt Vent. Dat kun je wel merken, ja. Knipperlicht. Nice. Dan komen we bij de John Deere 7R. Zo, die had even moeite met opstarten. Maar inderdaad, dit is ook echt John Deere, hè? De Klaas Action. Ja, dit is ook... Ja, dit moet me denken aan een oude spelletje wat ik vroeger speelde. Dat is ook exact hetzelfde geluid. Klaas Action. De John Deere 8R. Jeetje, wat een roffel zit erin, of niet? Goeiedag zeg. Wat komt er van diep? En... Dat is ook inderdaad dagrijverlicht. En dat had de Klaas trouwens ook. Die oude John Deere had het volgens mij niet. Die is weer Fast Track. De Fast Track. Nice. De New Holland T8 Genesis. Lijkt een beetje op het geluid van Klaas. Ja, dit is ook de nieuwe, hè. Met de tablet. En die T7 had het op het stuur zitten. Maar daar ben ik nog niet zo heel fan van. Maar dat schijnt dus zo te zijn. Volgens jullie. De Klaas Action 930 TerraTrak. Ja, is Klaas, hè. De John Deere 8RT. Dat is ook de nieuwe. Oh, dat was een foutje. Ik doe het per ongeluk op de map. Sorry. En de binnenkant. Ik heb dat trouwens niet bij de binnenkant bij de Klaas gekeken. De John Deere. Ja. Dan moeten we even naar de Klaas. Dat heb ik de binnenkant nog niet gezien. Juist. De Klaas. Dan komen we de John Deere 8RX. Ja, voor mij zijn dit gewoon exact dezelfde trekkers, alleen de ene heeft rupsbanden en deze heeft dan weer iets andere bandjes. Voor mij is dat het verschil, maar dat weet ik niet zeker. Binnenkant. De Magnum 340 CVX Drive. De Case Magnum, en dat klopt wel, want vroeger heb ik ook op een Magnum gereden. Dat was exact hetzelfde geluid. Echt exact. Nice. Dan hebben we de... Hoe is... Hebben we dan al de Rostomash? Die Challenger toch? Laten we eens de Challenger doen. Ook dagrijverlichting. Je ziet ook de ventilator draaien. Dat is ook wel vet. Binnenkant. Dat is exact. Is eigenlijk vent, hè. Kun je ook wel zien. Maar dan komt er dat het Challenger en vent is tegenwoordig samen. Dus vandaar dat het op elkaar lijkt, zeg maar. De Rostomash.
Jeetje, wat een apparaat is dit zeg. De binnenkant is nog een beetje ouderwets. Ja, dan komt weer de challenge. En de vent. Oh, verkeerde knop. Ja, het is exact hetzelfde, zie je dat? Het enige verschil is het kleurtje. De binnenkant is hetzelfde. En het logo op het stuur is hetzelfde. Of is anders. Voor de rest is het exact hetzelfde trekken. De Vent 1000 serie. Vent heeft ook wel mooie trekkers hoor. Ook de Vent 1. Met het tablet. Dan hebben we de John Deere 9420R. Dat is ook nog een beetje een ouderwetse trekker volgens mij. Dan hebben we de New Holland T9. Het zijn wel echt units van... Ik druk de wereld op verkeerde knop. Het zijn wel echt units van trekkers dit hoor. Dan hebben we de Vent 1151. Dat is ook ander geluid inderdaad. De John Deere 9470. Ja, dat zijn allemaal exact dezelfde trekkers, alleen het verschil is. Kijk, deze trekker is de 9420R. En dit is de 9470RT. En dat is de R. En de RT, de T zal wel voor track staan. Vanwege de rustbanden. De New Holland T9. Wat is het verschil tussen die twee dan? Ja, zie je. Exact dezelfde trekker, alleen de ene heeft rupsbanden en de andere heeft die banden. Dus ja, is niet echt een groot verschil. De John Deere 9470RX. Juist. En wat ik daar nu nog eventjes wil gaan doen, jongens, is ook de druiventechnologie. Want dit zijn ook allemaal grote dingen. Olijftechnologie, de geluiden van de shovels, et cetera. En alle andere dingen die we nog hebben, die gaan we ook nog eventjes luisteren. De tracks hebben we gehad. En dan de rest nog. Oh, en dan zijn we aangekomen bij de vrachtwagens en de combines. Laten we eens even luisteren. De MAN. Dat is volgens mij gewoon hetzelfde, MAN. Ja, dat is in principe hetzelfde. Dan hebben wij het nieuwe merk MAC. Units van vrachtwagens dit. Echt Amerikaans, hè. Echt Amerikaans. Dan de andere Mac. Voor mij zijn het allemaal hetzelfde geluid hoor. Ik dacht dat elke vrachtwagen toch identiek geluid had. Of elke machine identiek geluid bedoel ik. Maar ik kan het ook fout hebben. De laatste Mac. Ja, is wel allemaal hetzelfde geluid. Dat is ook... Oké, okay, ja, het is natuurlijk allemaal dezelfde vrachtwagens. Dan komen we bij de combines aan, de Rostelmash. Oh, het moet aan de achterkant zijn, dat klopt ook. Binnenkant van de Rostelmash. Combine. De Duits. Ik vind deze wel geen geluid hebben. Dan komen we bij de New Holland. Wat is dit? De New Holland. CH770. En de binnenkant. Juist. Dan komen we bij de John Deere T560i. Waar is allemaal John Deere? Ja, is echt John Deere, hè? De Axial Flow 7150. Oeh, wat hoort. Dat moet je wel aan wennen. Dan de Klaas Trion. Binnenkant. De Case Axial Flow 9250. En de binnenkant, net zo rood. De John Deere X9. En de binnenkant. GPS zit erop, jammer dat niet echt werkt.
De Fendt Ideal. En de binnenkant. En de Mach Version Ideal zijn exact dezelfde combines. Alleen het logo is anders. Dan de Klaas Lexion. Met die nieuwe technologie. Waar die hier bovenin het lucht opzuigt. En aan de zijkanten eruit perst. Hij is wel heel gedetailleerd, dat is wel mooi. Dan hebben we de combines gehad. En dan gaan we nu naar de veldhakselaars. De suikerbiettechnologie. Katoenternoduiven, olijven, bosbouw, etc. Right, en dan beginnen we met de Jaguar 960. Behoorlijke hakslaar. Dan hebben we de Fendt Katana. Ik ben alleen wel vergeten om de binnenkant van de katana te laten zien natuurlijk. Nou, die hebben we ook in de livestream gebruikt, de katana. Dat is ook wel geinig. De John Deere 9700i. Jeetje, wat... Hier zit met een motor in. Goeiedag zeg. Johnny Deere. De New Holland FR780. Ja, is wel hetzelfde geluid als wat we in FS19 hadden gehad. Alleen is het ietsjes veranderd. Wel de binnenkant. Nice, nice. Dan de Krone Big X 1180. Ook een apparaat voor hier door het grind hoor. Krone. De Grimme Ventor. En dit is voor de aardappels. En de binnenkant. Moet je kijken wat voor camerabeelden je allemaal hebt, jongens. 3 stuks. Maar helaas werken ze niet. De Panther van Europa. En de binnenkant. Voor mij is dit wel hetzelfde. Alleen alle geluiden zijn wel anders, inderdaad. Dit is de Grimme suikerbiet apparaat machine. De Grimme Rexor 6300 Platinum. Zo, een zware motor in hoor. De Europa Tiger S6S. Europa heeft ook wel een mooi spul hoor. Dan komt bij de Europa Mouse. Rode stofzuiger. Waar zit die uitlaat eigenlijk? Van dit ding. Wie als eerste de uitlaat vindt. Daar zo. En de binnenkant. De keessuikerapparaat techniek machine. Die ik eigenlijk nooit gebruik. Voor suikerriet. Dan hebben we de Case AFS 935 katoenplukken. Zo, camera achterop. De John Deere. Wat is het? Dus een CP690. En de binnenkant. Ja, ik vind het interieur van John Deere altijd zo. Weet niet, ik heb niks met het interieur van John. Ik heb sowieso niet veel met John Deere. Ik vind het interieur altijd zo saai van John Deere. Ik weet niet, dat kan ook aan mij liggen. En dit is de New Holland Brood 79L. Ja, dit is anders ook niet al te. Al te denderend. En de New Holland Brood 9090. Maar van mij zijn het exact dezelfde machines. Alleen de ene is voor olijven en de andere is voor druiven. En dan komen we nu nog eventjes bij de die dingen en de bosbouwmachines. En dan maken we een andere aflevering van de onderstrij. Want anders wordt het wel een hele lange video. En als laatste hebben we de 4 zelfrennende voermengwagens. Die in de game beschikbaar zijn. Ten eerste de Strautmann. Zal ik even dat ding uitzetten. Zo. De Strautmann 1702 SF Double. En de binnenkant.
aantal kilo's. Eigenlijk hoor je toch ook een camera in te hebben, of niet? Dat je in het apparaat kan kijken. Of zie ik dat verkeerd? Achterop zit wel een camera, zo te zien. Dan komen we bij de Silo King Selfline Premium. Er is ook een camera achterop. En de binnenkant. Kijk, twee camera's, zie je dat? Eentje voor op de walsen. Ik weet niet waar die precies zit. En eentje voor achterop. De Kuhn SPW Intense. Oh. Ook vier verschillende camera's. Achter. In het ding zelf. Er zal voorop ook nog een camera zitten, denk ik, ergens. En als laatste de Versin Leader PF226 Plus. Ook een behoorlijk apparaat. Plus één camera achterop. En daarmee is eigenlijk alle grote machines momenteel van FS22. De volgende keer gaan we de onderste rij af. Dus de gewasbescherming, de maaiers, de voorladers, de wielladers, de verrekkers, kidstier, forkliften, ouders en diversen. Dan pakken we die voor de laatste keer meer. Jongens, mocht je dit leuke video bevonden, knal natuurlijk even je like erop. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat zeker ook eventjes. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer bij een gloednieuwe video. Kalm!